Yes, welkom op Touzani TV. Vandaag ga je kijken naar een toptalent. Ik ben Naoufal Moslim, ik ben 10 jaar oud en ik speel bij PSV. Woehoe! We hebben 50 verdedigers. 2 hele goede keepers. Hij kan niet wachten om ze voorbij te dribbelen. Kapper! Wij gaan hem kapot maken. Oh ja, Rendell de Rosario is er ook bij. Wat is er dan? Kijk hoe die aankomt lopen. Nu ben je aan het glimlachen, hè? Net vroeg je eens even, ik ga hem slopen. Slopen, hé, maar denk je dat nog steeds? Ja. Hij is echt goed, hè? Weet ik. Maar ik ga hem niet slopen. Wow. Eerlijk, ik ben niet snel bang van iemand, maar de manier waarop hij zegt hij gaat jou slopen, was wel indrukwekkend. Wil je nog wat zeggen? Nee. Wow! Dat vind ik niet leuk van jou! Dat vind ik niet leuk van jou, bro! Ik vind het niet leuk van jou, sorry. Oh, kom bij jou. Weet ik tof vind van jou? Hij komt jou voorbij, keeper heeft hij ook naar de grond laten vallen en wat doe jij? Je gaat naar hem toe, jij groet hem uit respect. Ik vind dat mooi, man. Je bent een liefhebber, man. Mooi, man. Naoufal Moslim is officieel not a player for the bench. Weer. Ik ben Jason en ik ben 10 jaar oud. Ben je zenuwachtig? Ja, best wel. Ja. Ik kom op YouTube. Mooi, maar je bent eerlijk, daar hou ik van, man. 3, 2, 1, go. Hey, wow. Hij zoekt hem gelijk op. Oh. Ik wil niks horen. Wat doe je? Hey, had ik hem te veel gehyped bij jou of is dit echt? Nee, deze man is te erg, man. Wat is dit? Wat ging er door je hoofd als verdediger? Heel zenuwachtig. Hij ging op me af. Toen dacht ik al, wat gaat hij doen? En uiteindelijk scoort hij niet. Daar heb ik geluk. Ik heb echt genoten van jouw skills, maar je scoort niet. Nee, sorry, maar ik heb geen gevoel. Waarom had je geen gevoel? Ik wou schieten. Ja, echt niet zo. Nee, je wou kappen. Je wou niet schieten. Nee, ik wou kappen. Ja. Bro, hij heeft die acties gedaan. Helemaal gek. Hey bro, te erg. Blijf zo doorgaan. Hey, we hebben Mr. Red Boots hier zo. Wat ga je doen met Naoufal dan? Grauwen. Ik weet niet of je dit verstaat, maar hij gaat jou grauwen. Let's go. Ah, hij heeft hem nog. Hij heeft hem nog. Kan gewoon. Oh! Hij gooit Rabona. Hij gooit Rabona. Rendell weet het niet meer. De hype is real. De hype is real, brother. Het mooie is dat hij zo bescheiden is. Hè? Voeten laten praten. Wat zeggen je voeten dan? Ik weet niet. Skills. Let op, hij gaat in de goal. Was het in één keer of niet? Het is belangrijk, anders denken ze dat we er 10 keer over hebben gedaan. Hè? Was het 1 keer of 10? Ja, 1 keer. Dankjewel. Nou, jullie hebben gezien wat hij allemaal heeft, hè? Zijn jullie er klaar voor? Hey, kijk wat hij doet. Kijk wat hij doet. Hij lacht met die bal. Oh, jammer. Goed gedaan. Zij gaan Naoufal aanpakken. Aanpakken, nee. Let's go! Oh! Woe! Hey, wat? Ja, zwaar. Ja, doe even rust. Ik wil een stoere loopje van je zien, man, bro. Je moet hem een beetje intimideren ook. Choppen! Zoals je die stoere loopt, je moet doen, bro. Wat zeg ik toch tegen jou? Ronaldinho. Niet normaal, echt belangrijk. Dit is gewoon een tutorial waard. Iedereen moet dit gaan oefenen, want video's die wij maken, zeker met iemand zoals hij, moet je ervoor zorgen dat jij hierna de bal gaat pakken en dat je gaat oefenen. Zo. Oeh. Zo. Ze zeiden allemaal, ik ga jou choppen, maar ze maken het niet waar. Nog niet. Hey, Naoufal. Ik weet niet, man. Je bent zo goed. Kan je het ook tegen 6 tegelijk dan? Oh. Hey. Goed kijk. Oh. Hey. Oh. aan elkaar. Stop maar. Leger op hem. Goed gedaan. Dat snap ik wel, bro. Het is moeilijk, man. Ik kijk om me heen, ik schat het niveau in en dan soms doe ik 4 tegelijk, soms 3 tegelijk. Soms wil ik hem ook testen, kijken wat hij doet. Ja, man. Zo wordt het, toch? Ja, het moet getest worden, bro. Ga je hem choppen, ga je hem eten? Ja, ik ga hem opvreten. Nu lacht hij nog, maar straks zal je hem wel anders zien. Het is een man, ik weet niet, ik ben wel onder de indruk. Ja. Laat me even die stare down zien dan. Ik zeg jullie, je mag gaan. Als je scoort, doe die duim. Yes, let's go. Oké. Het is die introductie. Wow. Oh! Opnieuw. Ik zeg, was het overtreding? Nee, maar het is geen ballet op. What? Nee, bro! Oh! Bro! Dat is gewoon, het is geen ballet. Oh jee, jee. Weet je, hij probeert hem mentaal, zeg maar, te pakken, maar Naoufal is mentaal sterk. Nee, maar het is geen ballet op. Oh, en hoe? Naoufal, jij bent een echte voetballer, hè? En jij bereidt ook wel eens iets voor in je actie, toch? Maar in de wedstrijd doe je gewoon wat in je opkomt, toch? Gewoon altijd buiten spelen. Nooit achter de PlayStation hangen. Dat is slecht. Wil jij zo goed zijn als Naoufal, of misschien nog beter, moet je veel buiten spelen. Tuurlijk kan je wel een keer PlayStation spelen, maar niet te veel. Buiten spelen is het belangrijkste wat is. De beste voetballers aller tijden hebben heel veel op straat gevoetbald. Video's die wij maken moeten ervoor zorgen dat jij nog meer op straat gaat voetballen. Alle pleintjes moeten vol. Hashtag Naoufal Moslim. Gewoon doen, toch? Jay, is alles oké? Ja, zeker. Nou, hij is wel echt goed, hè? Hij is niet normaal. Hij is niet normaal, zegt hij. Gewoon proberen, man. Kom op. Hi Jay! Ja! Mijn groepje synchroon. Hoe is het ermee? Goed. Maar ik heb een vraag voor jullie. Ja. Durven jullie ook alleen? Ja. Tuurlijk. Wie gaat van jullie dan? Ja, rock, paper, scissors dan? Oeh! Hij daagt hem uit. Hij heeft hem nog, hij heeft hem nog. Hij wil alles mooi doen. Jullie hebben celebration samen! Zit je te kijken en denk je van, wow, yo, deze outfit wil ik ook hebben. Ga dan naar touzani.shop, bro. Go to the shop, man. Shop. Shop, bro. Come, man. Come on, man. En dan mag die andere gelijk komen. Hoe heet je? Vijs. Een panna krijgen is niet nice. Wees scherp. Oké, kom. Hè? Wat gebeurt er? Wat gebeurt er? Snijden slow motion dan. Eerlijk is eerlijk, hè? Net hebben ze jou opgegeten, maar nu is het weer aan jou. Dit is de mattie van de boy hiervoor. Ja! W! Kijk, als hij echt gewoon serieus doet, dan zie je ook weer wat er mogelijk is. Hè? Niet vergeten dat hij heel veel trucjes wil doen, omdat hij gewoon een mooie video wil maken. Ja, hij is van alle markten thuis, bro. Ja, supermarkt. Maar moest je ook altijd boodschappen doen voor je moeder? Ik zeg eerlijk, ik deed nooit boodschappen. Mijn ma deed boodschappen en later ging ik boodschappen doen. Ik deed altijd boodschappen voor moeder, maar omdat het was een beetje saai. Dus nam ik altijd de bal mee. Maar alle voorbijgangers werden dan verdedigers. Ik hoor je, man. Die fantasie toch? Die fantasie is belangrijk. Heb je ook fantasie? Laat je fantasie in de comments weten. Oeh, ik wil je pakken. Oh, nee. Bro, ik zie jou. Ja, maar ik was te laat terug. Jammer. Wat zijn jouw grootste dromen? Profvoetballer worden, inshallah. Heb je dan ook in je hoofd om de beste van de wereld te worden? Ja, gewoon elke dag voetballen. Soms dan ga ik gewoon met mijn vader trainen buiten. Nice. Heb je in je hoofd van ik wil de allerbeste van de wereld worden? Dus je wil niet alleen prof worden, maar je wil de allerbeste worden. Right. Nice. Ja, ik heb 4 jonge verdedigers in de aanbieding voor jou. Ah, oh, jammer. Kom jij. Hè? Waarom hij? Hij doet een beetje stoer. Hè? Oh! Wat zei hij tegen? Hij moet beter mikken. Hij moet beter mikken? Oh. Hij moest toch beter mikken? Ja. Wat is er fout gaan? Weet ik niet. Kan gebeuren. Naoufal Moslim, 10 jaar oud, speelt bij PSV, linksvoor en het mooiste van alles is, we hebben wedstrijdbeelden van hem. Check dit. Niet normaal, je laat ons echt genieten. Maar even wat anders, hè. Wie is jouw grootste voorbeeld? Ronaldo Luís Nazário de Lima, Ronaldinho, Messi en Ronaldo. Wat is eigenlijk jouw grootste droom? Profvoetballer worden. Oh. Wat heb jij, denk je, nodig om dat te worden? Waar ben je goed in en wat kan nog beter? Ik ben goed in skills. En welke gedeelte kun je nog verbeteren? Dat mijn rechterbeen goed is en mijn linkerbeen ook goed, maar even goed maken. Oh, je wilt tweebenig worden? Oh, dat is niet makkelijk, hè? Oh! Oké, man, wat gaan jullie doen? Gewoon ons best doen. Gewoon jullie best doen, ja, precies. Gewoon je best doen. Ja, doe je best. Wow, oh. Hij wou eigenlijk tegen mij, maar ik ben geblesseerd. Dus ik heb geluk. Maar nu doet het tegenover. Ja? Let's go. Wat doet hij? Wat doe jij? Wat doe jij? Je zei panna, ik geef de panna. Ik zei van tevoren tegen hem, geef panna. We gaan kijken naar volleys of kopballen. Gewoon wat jij wil, ja? Kijk wat je allemaal kan. Let's go. Oef! Dit is gewoon een gekke. Wow! Oh! Boom! Oh, hey. Goeie hoekje, man. Ik ben Matthijs Licht 2.0. Eigenlijk Danilo. Ja. Oké. Als jij dat zegt. Zo zakelijk. Ja. Damien, Naoufal Moslim is wel even gekke level, hè? Ja, ik weet. Maar? We gaan zien. Je gaat gewoon je best doen, toch? Ja. Hij doet het weer! Hij doet het weer! Oh, hij doet het gewoon weer! Hij kon al lang afmaken, maar hij wil een show ervan maken. En natuurlijk, wij willen ook een show zien. Jongen. Maar hoe vaak moet ik OAA zeggen en zo? OAA. Doe normaal. Hij heeft die schaarbeweging. Hij heeft die kapbeweging. Oh, hij kijkt om hem heen. Keeper Nuzu. Willen we de enkelbreker zien of wat? Ja! Okay, let's go, laat zien. Oh, niet normaal! Ik heb nu een trucje voor hem. Kijk of hij die gaat leren binnen no time. Ik heb het gevoel van wel. Ja, hij pakt snel dingen op, denk ik, man. Dit is de actie, ja? Ik ga hem eerst even laten zien. Woe! Hij doet hem al. Hij ziet, kijkt, leert, doet. Wauw. Van watchtime naar playtime. Jack, Tani en Touzani. Zijn jullie er klaar voor? Ja. Oké, met z'n tweeën, hè? Kom maar. Nee, laat nou. Hij gaat uit. Hij mag door. Door dit mag hij door. Wow. Je hebt sierpaarden, je hebt werkpaarden. Deze man is een werkpaard en een sierpaard. Nick, ben je klaar voor? Ja. Zeker weten. Hoe ga je dit aanpakken? Ik ga gewoon mijn best doen. Ik denk niet dat ik het ga halen, maar ik ga gewoon alles inzetten. Juist, dat is het. Hoeveel kan je nog? 20. Nog 20. goedheid. Hey. Hey. Naoufal, ik ga je uitdagen, ja? Let op. Hoog houden. Bal omhoog. Clean aanname. En scoren. En afronding. Lekker wind. Ja. Heb jij nou een keer matchday? Doe die celebration, laat het zien en wij reposten het op onze social media. Naoufal, je hebt jouw broertje meegenomen. Wat kan je vertellen over jouw broertje? Hij is sterk, mooie techniek als verdediger. En kunnen jullie ook goed samenspelen? Ja. Met z'n tweeën gaan jullie tegen drieën. Wat vind je eigenlijk van jouw broer? Een goede voetballer. Ja? Heel goed? Ja. Je gaat 2 tegen 2 spelen. Goed? Ja. Let's go. Hey, weggedraaid. Hey, weggedraaid. Oh, zij is nog binnen. Goed gedaan. Colasso! Ai. Wie hebben we hier? Bentley. Bentley. Hey, dus maakt het gewoon Bentley. Ja. En Bentley is snel en sterk. Weet je dat ook? Oh. Hey, bro. Hij gooit Ronaldo. Nee. Zo. Hij gooit gewoon Ronaldo. En wie die vroeger niet heeft gedaan, deze, dan weet ik het ook niet meer, man. Oh. Kun je omhaals? Ja, tuurlijk. Ja? Zo. In Italië kreeg ik zo de bal uit corner. En ik deed toen zo kop. Hij ging in de lucht. En toen deed ik zo'n omhaal in die kruising. Snel op. Kijk uit. Bam. Ja, ik heb die beelden dus niet gezien. Jij wel? Hoe hij het heeft omschreven, is dit een paranoia goal. Maar nu willen we in real life wat de omhaal zien. Wat vind je daarvan? Let's go, man. Wat? Hey, ik zeg je heel eerlijk, ik bewonder jou, bro. Ik kan geen omhaal, man. Kijk wat hij me laat doen, hè. Wat ik helemaal niet kan. Hoe jij dan, bro? Wat kom je met die praatjes altijd? Doe dan. Ik kan geen omhaal, man. Ik kan het ook niet. Dat is een beetje half omhaal. Dat is niet echt omhaal. Hij weet al wat hij gaat doen. Weet jij al wat hij gaat doen? Nee. Ja, heel veel skills. Ben je klaar voor? Ja. Hoe heet je? Boris. Boris, kom aan. Pak hem aan. Hè. Heb ik het ook goed gehoord? Oh. Goed gedaan, hè? Hey, je hebt hem aangepakt. Yes, jij bent weer. Ik ben Tom en ik ga hem gewoon hard pakken. Helemaal mee eens, dat moet je ook. Hoi, 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 hoi. Xavi, hey. Oh, mooie naam, man. Hey, Xavi. Ja, dat is een bekende naam, bro. Kan je? Geen woorden, maar daden. Ja, hij wil gelijk de ene doen. Ja. Oeh, he is too fast. He is too fast, man. Ja, zo simpel kan het ook, hè. Gelijk op de man. Hoppa. Hey, nee. Hij heeft hem nog. Hij heeft hem nog. Sterk hoor. Strijder hoor. Hij kan de lucht. Ah, jammer. Niet dat het misgaat, betekent dat hij slecht is. Af en toe gaat er wat mis. Je kan niet altijd goed spelen. Kom op. Dat is niks zo bij jou geweest. Oké, wacht. Wow. Nee. Oké, maar kan je Touzani around the world? Oh. Alsjeblieft. Oh ja, hij pakt hem nog. Ai. Ik ga de 5 beste verdedigers van hun selecteren. Wij moeten dat eigenlijk bepalen. Okay. Die mogen het nog een keer tegen hem opnemen. Ja. En dan gaan we de punten bijhouden. En kijken wie er gaat winnen. De game is nu echt on. De finale. We hebben heel veel skills gezien. We hebben heel veel tackles gezien. We hebben panna gezien. Wow. We hebben omhaals gezien. We hebben volleys gezien. We hebben heel veel gezien. Maar ik weet ook dat hij vooral een showtje ervan maakt, maar hij wil uiteindelijk wel winnen. Dat snap ik. Nu gaan we een hele zakelijke Naoufal zien, denk ik. We hebben 5 verdedigers uitgekozen die van deze hele groep eigenlijk het beste heeft gedaan. Ongeveer. Jullie hebben het ook een beetje zelf besloten. Ja. Naoufal, ja. Ben je ready? Ja. Tegen wie wil je als eerst? Zie je? Vurig zeg ik toch, vurig! Hij wil persoonlijk tegen jou, waarom denk je? Omdat ik hem net van hem had gewonnen. Aha. En wat denk je, wordt dit een revanche of niet? Dat gaan we zien. Hey. Waarom koos je hem uit? Op het begin had hij me gepakt. Je wilt het goed maken. Oké. Ik zat erin. Zo doe je dat, man! Oh. Ik zeg toch die vuursoef! Jullie zijn met z'n vijven, dus als hij 3 keer scoort, is het klaar, hè? Oké, Naoufal, tegen wie wil je spelen? Ja, man. Heb jij? Dat doet hij niet, hij moet toch op zo, hè? Ja, eigenlijk. Hij is vurig! Gefocuste gezicht. Eyes on the prize. Deze man is vijs. Als Naoufal nu scoort, is het klaar. Laat maar inzien. Oh! Op de paal. Ik heb zoveel geluk dat die paal schiet. Mooi. Als Naoufal nu alsnog scoort, heeft hij alsnog gewonnen. Want het staat nu 2-1. Oh, yes. Hoe ga je hem aanpakken? Ik weet niet, ga kijken wat hij gaat doen. Naoufal, als je deze scoort, heb je gewonnen. En anders wordt het alles of niets. 2-1 voor Naoufal Moslim. Focus. Yes, Naoufal Moslim. Met de focus, met de skills. Hij wil er altijd wat moois van maken. Oh, hij gooit nog een kapbeweging daar. Hij kon al lang afmaken, maar hij wil het mooi doen. Hij wil het mooi doen. Oh, nee! 2-2, we krijgen de allesbeslissende actie. Je maakt het spannend. Oh, hij is aan Nick. Ik heb echt veel stress. Dat snap ik, hij heeft veel stress. Nou, wat goed dat je dat zegt, want we hoeven niet allemaal te doen alsof we ontspannen zijn. Soms zijn we gewoon gespannen. Geloof me, Naoufal is ook gespannen, want hij moet nu scoren. 2-2, hij moet scoren, en... Hij mist! Oh, ja, 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 ja! Oh, wat een respect. Iedereen zegt, je hebt het goed gedaan. Ja, man. Ze hebben sowieso respect voor jou. En je hebt het ook goed gedaan, Naoufal. Hij wordt later echt goed, jongen. Hij wordt later echt gewoon... tweede Ronaldo. Naoufal, ik weet dat jij nu in je hoofd denkt van... Even serieus, man. Ik had moeten winnen. En eerlijk gezegd, je had moeten winnen. Jij hebt de skills om iedereen hier 1 voor 1 voorbij te laten gaan. Maar laten we niet vergeten... Hij heeft 50 keer gespeeld. Weet je hoe zwaar dat is? En dan moet je nog tegen 5 van de beste van vandaag. Ja. En dan heeft hij pech, daar kreeg hij een kleine duwtje. Oké, net geen overtreding, want het is ook gewoon body. En dan schiet hij op de paal. Ja. Die laatste is perfect, hij kapt hem uit, keeper pakt hem. Ja. Het is echt heel knap wat je hebt gedaan. Hey, eerlijk mensen. Wacht. Er staat iets op zijn shirt, dat is niet zomaar. Hè. Wat staat hier? On my way to goatness. Is hij on his way to goatness? Ja! Zeker weten. En bij ons betekent de goat, het betekent niet per se de beste van iedereen, de beste versie van jezelf. Dat is het allerbelangrijkste. Blijf heel veel oefenen, zodat je die skills van Naoufal ook kent. En zodat jullie hebben meegedaan. Laat jezelf even horen voor jezelf. Hey, vond je deze video nou tof? Doe een blauw duimpje omhoog, abonneer, anders ben je geen echte voetballer meer. En laat jouw skills zien, tag ons op social media. Elke dag voetballen, elke dag. Leen wifi van je buurman, maar vooral dingen kijken en daarna buiten spelen. Uitspelen, man! Het is toe! Sta! En Naoufal Moslim.